Wanneer je een dagje ouder wordt, is het steeds lastiger om de deur uit te gaan. En dan is een rollator een goede oplossing. Nu ga ik vandaag een dagje doorbrengen met mevrouw Dol en haar rollator. En Martijn van Rolls International is hem al aan het uitladen. Dag Martijn. Hoi Ines. Hallo. Dag mevrouw Dol. Dag. Goedemiddag. Dat is hem. Dat is hem. Oké, en wat gaan we doen vandaag? Je gaat vandaag een dagje op pad in het Singerlaren. Oké, het museum. Ja. Nou, gezellig, toch? Laten we maar naar binnen gaan. In hoeverre bent u afhankelijk van de rollator? Nou, nog niet helemaal, want ik kan thuis nog zonder. Maar als ik dit soort dingen doe, zoals in een museum, dan wil ik graag toch een hele poos naar dingen kijken. Dan is het ten eerste lekker om erachter te lopen, maar als het moe wordt, dan ga ik zitten. En dan kan ik heel goed de audiotour gebruiken en luisteren. En als ik nou straks echt moe word, dan kan jij mij zelfs duwen, want ik kan er ook nog een rolstoel van maken. Dus dat is zo ideaal. Mevrouw, gaat u nou vaak met uw vriendinnen op stap zo? Ja, ik ben dol op musea, dus ik ga heel vaak naar een museum. Ook met mijn vriendinnen, maar ook vaak met de trein. Want hij is zo licht, ze kunnen hem heel makkelijk inklappen. En ook al ben je nog niet zo verschrikkelijk oud, is het toch wel leuk om naar allerlei dingen toe te kunnen gaan. En gaat u ook wel eens verder weg? Ja, we hebben een keer een cruise gemaakt. En als je dan in steden, want dan gaan we in steden toch ook vaak musea bezoeken. En dan is het wel heel prettig als je dan zo'n ding bij je hebt hoor. Door de rollator ben ik een stuk vrijer. Ik ga bijvoorbeeld met mijn kinderen en kleinkinderen wel naar de dierentuin. Nou, als ze iets vervelend vinden, je kinderen, is om op je te moeten wachten. Dus daar staan we overal keurig bankjes. Maar dan willen zij verder. En nu nemen ze dat ding en dan zeggen ze, mam, opschieten jij. En dan loop ik achter ze aan. Ja. Dus ik vind het ideaal, zo'n rollator. Ik word nu toch wel erg moe. Zou jij hem op kunnen bouwen tot rolstoel? Ja, dat is goed. Want dan kan ik verder erop gaan zitten namelijk. En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Maar wat nou als ik het doe, Wil je samen verder? En ik dacht, als er bij je ineens zo. Nou mevrouw Dol, ik heb een ontzettend leuke dag gehad vandaag. Dank u wel daarvoor. Ja, en ik weet het, ik ga later niet achter een granium zitten, maar gewoon lekker erop uit, toch? Heel verstandig. Ja, nou, tot ziens, bedankt.